Zijn we weer bij TV Enschede en hier staan we bij een iets gevorderde moestuin. En zoals heb je hier achter zie je aardbeien, hele mooie aardbeien. Dus dan zie je ook een paar rode vlekjes in de tuin liggen, dat zijn aardbeien. En hier heb je een hele grote boom. Dat is niet moestuin, maar daar zitten allemaal vijgen aan. Zoals deze, zo'n onrijpe vijg, maar dat is een vijg. Allemaal heel mooi en zo. En dit zijn allemaal kruiden, zoals basilicum, dat zie je staan. En allemaal andere kruiden. We zijn hier trouwens vandaag bij in een tuin van iemand anders, maar dat maakt niet uit. Hier heb je allemaal druiven hangen in de boom, of bij het dak. Allemaal tuin, allemaal druiven. Aan deze kant heb je allemaal komkommers. Dat zie je hier. Hele grote komkommers. Dat is heel mooi. Mooie komkommers. Aan deze kant heb je de appels. Daar zie je eentje op de grond liggen. Lekkere verse appels. En hier heb je ook nog een hele grote komkommerplant. Alle komkommers zitten erin natuurlijk. Dat is wel zo handig. En hier in dit kleine plekje heb je natuurlijk de tomaten. Die zijn natuurlijk niet te missen in een moestuin. Nou, we hebben nog een plant natuurlijk. Want een moestuin is natuurlijk niet compleet zonder een perenplant. Nou, dit is dus een perenplant. Dit is ook een hele mooie plant. Zoals je kan zien, het is groot. Met ingevlecht met takken. Takken en dan een beetje van die dingetjes erin. Dan blijft hij goed staan. Dat is heel fijn natuurlijk. En ja. En volgens mij hadden we nog iets. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie weer bij je volgende keer. Ik zeg, adieu.